Dit zijn allemaal amaryllissen. En nou had Willem een vraag. Die had zijn vriendin een amaryllis gegeven en die hoefde je geen water te geven. Helemaal mislukt. Nou, ik weet wel hoe dat komt, hoor. Nou, Willem, ik denk dat je pech gehad hebt en dat je geen originele No Water Flower hebt aangeschaft voor je vriendin. Want met elke amaryllis lukt het niet zomaar. Kijk, dit zijn amaryllisbollen, die lijken allemaal op elkaar. Als je die in een pot zet, je geeft hem water, dan gaat die vanzelf groeien en bloeien. Maar geen water geven, dat is juist de clou. Nou, dat moet uitgetest worden. Dat doen ze hier. Die amaryllisbollen worden allemaal gekweekt in Zuid-Amerika. Dat zijn allemaal verschillende rassen. En die rassen die gaan ze testen. 14 dagen geleden hebben ze hier droge bollen. Dus bollen zoals deze. Gewoon in een bak gezet. Geen water gegeven. En moet je kijken. Deze doet niks. En dit ras doet het wel. In 14 dagen staat er al echt bijna een bloem op. Nou, zo, als je dat gaat uittesten en je kiest het juiste ras. En je doet er dan die wakslaag omheen. Die hoef je dus echt geen water te geven. Dan krijg je dit binnen 6 weken. Is dat mooi of niet? Maria uit Maastricht die heeft eigenlijk een hele leuke vraag. En dat is die amaryllissen die je geen water hoeft te geven. Hoe komt het nou dat ze geen druppel water hoeft te hebben? Nou, ik zal je vertellen, dat is een ingewikkeld verhaal, maar ik ga het je wel uitleggen. Eigenlijk is het gebruik maken van de natuur. Want hoe groeit deze amaryllis in de wilde natuur? Nou, die bol die zit in de grond. Die is in een rustperiode geweest. Dan is het voorjaar, dan wordt het in één keer heel erg warm. Dan komt hij de grond uit, dan moet hij in tijd van een paar weken moet hij gaan groeien en bloeien. Dat doet hij op zijn eigen vocht. Hij heeft geen wortels die dit vocht opzuigen, hij komt zo de grond uit. Dan bloeit hij. Hij heeft dus heel weinig vocht nodig om in bloei te komen. Bloemisten dachten dat het vanzelf ging. Je zag allemaal van die kerstversieringen, bloemstukken. Daar duwden ze zo'n droge bol in. Deed helemaal niks. Die bleef gewoon zo zitten, want hij heeft wel een beetje nodig. Toen was er een kweker, die had echt een hele stapel van die bollen liggen. Die deed er niks mee, dat lag gewoon in een hoek. En op een gegeven moment ging het spontaan een paar echt bloeien. Hij denkt, hé, wat is dat? Daar kan ik wat mee. Die is hier dus uit gaan selecteren en gaan proberen. En dat lukte. Kijk, toen kwam de kweker op het idee, als die bol dan toch droog is, kan je hem ook versieren. Heeft hij een wakslaag meegedaan? Kijk, en heeft hij versierd. Dat ziet er natuurlijk heel leuk uit, want die bloem die komt er vanzelf uit. Toen zijn er allerlei nieuwe trends ontstaan. Zelfs dit. Er zit mos omheen en sommige mensen denken, die moet zeker water hebben. Ook absoluut geen water geven, dan gaat die bloeien. Nou, dat is eigenlijk het antwoord op je vraag. Gebruik maken van de natuur en je ziet wat er dan gebeurt.